probleem is eigenlijk duidelijk. Ouderen die zijn een stuk eenzamer. Onze ouderen verdubbelen in de komende 25 jaar. En we kunnen nu dit probleem al niet aan, op geen enkele manier. En ik was zelf een ongelooflijk liefhebber van virtuality. En het verbaasde mij dat helemaal niemand de link had gelegd tussen virtuality en het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Als die beelden voor mij al zo levensecht kunnen overkomen, en ik ben best wel wat gewend, maar digitaal gezien, zijn die ouderen die zien het al helemaal fantastisch. Zelf met onze brillen onder onze arm zijn we eigenlijk bij het tehuis het houten schoen aangetrokken. Zouden het hier eens mogen proberen? Nou, in eerste instantie waren verzorgingstehuizen best wel soms een beetje afhoudend. Dat ze zeiden, nou goed, willen onze ouderen dit wel? Ja goed, dan hebben ze 1 seconde zo'n bril op en dan vallen ze bij wijze van spreken van de stoel af. Ja, de reacties zijn echt ongelooflijk. Nou, eigenlijk ging het toen echt als een olievlek over alle tehuizen in Nederland is gegaan. Wat ontzettend leuk dat we hier mogen komen vandaag. VR, dat is een techniek waarbij je 360 graden kan kijken. Dus belangrijk straks, als u straks een bril opkrijgt, dat u goed met uw hoofd draait, naar beneden kijkt, naar boven kijkt. Door middel van die VR kunnen wij dus straks vanuit de luie stoel door het Rijksmuseum lopen. Nu doen we het fysiek en dat is ontzettend leuk. De reacties zijn ongelooflijk. Nou, we hebben eigenlijk al heel vaak dan zijn we op zo'n plek geweest en dan krijgen we daarna direct een mail. Ja, goed, wanneer kunnen we weer? Waar we nu naartoe gaan, over een paar maanden is het klaar dat we een abonnementsmodel hebben. En dan kan je eigenlijk geheel op je eigen moment, kan je er gewoon voor kiezen om een leuke trip te doen. Dat de technologie en ouderen niet bij elkaar passen, dat is simpelweg niet waar. Ouderen omarmen de technologie en ze vinden het helemaal niet erg en zijn helemaal niet angstig. Sterker nog, ze vinden het fantastisch om op deze manier van te genieten.